Hoi allemaal, welkom bij weer een extra video op de woensdag. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karine en ik zou het fantastisch vinden als je deze video zometeen leuk vindt, dat je je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion, door hieronder op de link te knikken of aan het einde op mijn gezicht. Laten we gewoon gaan beginnen, want ik heb alweer een shoplog. Ja, het is een beetje gekkigheid deze tijden. Het lijkt alsof ik niet scherp ben. Ja, ik weet niet. Ik was afgelopen week waren we op vakantie. En ik denk dat jullie dit wel ietsje later zien. Want ik dacht om maar een paar shoplogs achter elkaar is misschien wat enthousiast. Maar ik was op vakantie en daardoor hadden we een dag extra opvang voor Niels over. Om het zo maar te zeggen. En toen dacht ik, what better way to spend it dan dat ik Niels naar de opvang breng en zelf door ga naar de Primark. Want daar ben ik al zo lang niet geweest. En we hebben bijvoorbeeld ook graag sokken daarvan. Mits moet even niezen, dat heb je wel eens. Het goed, Mittens? Ja. Dus ik heb niet alleen sokken gekocht, maar natuurlijk nog meer. Vooral voor mezelf, een klein beetje voor Niels en sokken voor Sven. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik begin even met de dingen die ik in mijn rugzak heb zitten. Rugzak is overigens niet van de Primark. Maar voordat ik dat anders vergeet. Sokken voor Sven. Hij vindt deze heel fijn, dus daar heb ik twee verpakkingen van gekocht. Iets waar ik echt heel benieuwd naar ben, is deze PS Pro Blending Brush. Deze ken je misschien wel van uit de duurdere variant. Maar ik hoorde dat die van Primark best wel oké zijn. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb de dure ook nooit geprobeerd. Dus ik ga deze gewoon testen. En nou ja, I'll let you know. Hij was €7,50. Dus niet heel goedkoop. Je had meerdere maten. Maar deze hing er nog maar één van, dus ik denk dat deze heel populair is. Dan had je nog echt wel, nou ja, ongeveer zo één en dan nog een iets kleinere. Ik wilde eigenlijk een tussenmaat, maar die zag ik niet. Dus ik denk, nou ja, dan gaan we meteen voor groot en meeslepend. Want mijn idee is wel om hier gewoon foundation mee aan te brengen. Dus ik ben echt super benieuwd. Dan twee hele leuke notitieblokjes. Eerst zag ik... een blokje met of een notitieboekje met marmerprint en dan rosé goud notes erop, maar zonder ringband. En ik vind ringbanden gewoon heel fijn werk, dus ik dacht dan, nou, zal ik hem anders toch nemen, want ik vind hem zo mooi. En toen zag ik helemaal achter in het schap ineens deze twee liggen, precies dezelfde, maar dan met ringband en dan ook nog een rosé gouden ringband. Nou, ik werd helemaal wild. Dus dit zijn gewoon, hier staat dus notes op in rosé gouden letters. En hier heb je gewoon nou ja, bladen met lijntjes. Dus deze twee, €3,50. En ja, ik gebruik het voor alles. Maar ik denk zelfs dat ik deze gewoon voor mijn normale werk ga gebruiken. Want ik word hier heel vrolijk van. Onderbroeken, zal ik jullie niet al te veel mee vermoeien. Dan twee zonnebrilletjes voor Niels. Deze, die vond ik gewoon heel cool. Hij had eentje van de H&M, maar die is mijn vader helaas kwijtgeraakt. Ja, dat kan gebeuren. Maar en dan wilde ik dus wel graag een nieuwe en dat is deze geworden. En omdat daar niet op stond UV Protection, heb ik dus ook deze meegenomen. Want hier stond wel UV Protection Filter categorie 3. En deze heeft kleine dinosaurusjes erop staan. Allebei €1,50. Even kijken of ik hier nog meer in heb zitten. Oh ja, oh, deze had ik aan mijn moeder willen geven net. Twee glazen vijltjes. Een zwarte en een roze. Beetje doorschijnend natuurlijk, want glas. Nog meer onderbroeken. Ik denk dat dat het was in deze tas. Op naar de grote tas. Ik kocht dit broekje voor Niels. Een grijs jongbroekje met een beetje van die nou ja, stukken hier. Deze was €7 en ik kocht hem in twee maten. Want ja, ik dacht, ik gebruik die, ik vind die grijze broek altijd heel fijn. Staat gewoon bij heel veel en hij heeft nu tegenwoordig ook wel vaak spijkerbroekjes en zo aan. Maar dit is toch natuurlijk altijd heel comfortabel. Dus voor relaxte dagen vind ik dit wel heel leuk. En ik vond deze wel stoer met die zwarte ritsjes en zo. Dus deze kocht ik in twee maten. Want dit is 92, maar ik vond hem er zo enorm lang uitzien. Dat ik dacht, voor nu in ieder geval maar de 86. Maar die komen we straks vast nog ergens tegen. Dan dit hele schattige pyjama broekje. Deze koop ik altijd een beetje groot, want dan zit het lekker. Dit is een M, die vond ik er groot genoeg uitzien. Deze, met een beetje glittertje zit er doorheen. En dan van die pomponnetjes aan de onderkant, €3.
Dan dit zwarte shirtje. Gewoon een soort tanktop, maar dan van een beetje, nou ja, een wat mooiere stof, om het zo maar te zeggen. Valt heel soepeltjes. En deze was 5 euro volgens mij. Ja. Ik merk dat ik er een lekker tempootje in heb zitten. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig, want we zijn nu bij, nou ja, de leukere spullen aanbeland, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan rustiger verder. Dit shirtje, een beetje mintgroen shirtje, een beetje losvallend. En dan heeft hij op de rug heeft hij een beetje kant zitten. En dat loopt zo door over de schouders heen. Ik dacht, dit is gewoon een prima, simpel shirtje. En ja, mint is nou niet een kleur die ik heel veel in mijn kast heb hangen. Dit vond ik wel leuk en ik hoop dat ik de goede maat heb genomen. Want ik had zo'n verhaal, ik had allerlei badpakken gepast. Het was weer één groot drama, het is allemaal lelijk. Ik heb gewoon een figuur wat niet gemaakt is voor badpakken, ben ik achtergekomen. Ik ben gewoon niet in verhouding, want ik heb zeg maar, ben relatief slank, maar ik heb wel grote borsten. En dat is, badpakken kunnen daar gewoon niet mee dealen. Ben ik inmiddels een beetje achter, maar blijf doorzoeken, je weet het niet. Want ik wil graag een badpak. Die was ik gaan passen en dit dingetje. Alleen toen had ik de badpakken gepast en toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel eventjes plassen. Maar dan moet je de Primark uit. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik leg dit dan allemaal wel even terug. En dan pak ik het zo weer. Maar ik weet niet of ik een M aan had of een S. Maar ik heb maar een M meegenomen. Ik dacht, beter te groot dan te klein. En dat is dit dingetje. Het is een soort, ja, je kan het heel lastig zien. Maar het is een soort, het is doorschijnend. Een soort hemd slash jurkje. Zo. En dan heeft hij een beetje grote armgaten. En dit gooi je gewoon heel makkelijk over je badpak of bikini heen. En dat vond ik wel leuk. En deze was volgens mij afgeprijsd naar 3 euro. Het andere broekje van Niels. Dus hetzelfde broekje. Dan, ja, wat ik eigenlijk altijd daar ook koop in het kader van de basics, zijn deze hemdjes. Die vind ik gewoon heel erg fijn. Gewoon basic zwarte hemdjes. En ik heb 2 zwarte en 2 witte gekocht. Ik heb meteen een bandje, irriteer me nu al. En volgens mij had ik altijd 34, maar ik begon zo te twijfelen dat ik maar 36 heb meegenomen. Want ik dacht, again, beter te groot dan te klein. En ik had geen zin om weer te gaan passen. Dus ik heb daar nog eentje van en een witte. Mits je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Dan nog een blouseje. Ik heb een heel fijn blouse van Primark. Dat heb ik al heel lang. En ik zag hem nu liggen iets anders. Maar zeg maar, dus normaal, degene die ik heb zijn met een soort basic zilveren rits. En deze was met een gouden rits. Maar verder wel helemaal hetzelfde model. En dan in het een beetje donkergroen. En die vond ik eigenlijk, oh, het gaat nu mijn rugzak in. En die vond ik eigenlijk wel heel mooi, maar die was er dus niet meer in mijn maat. Daar baalde ik wel een beetje van. Deze was wel ook een beetje zo'n bloesend stofje. Maar deze valt gewoon niet los, niet strak, zeg maar. Gewoon mooi. Gewoon mooi. En dan heeft hij een soort, ja, een heel, ik vond het wel een heel charmant mouwtje. Dit is dan echt iets wat ik naar mijn werk aandoe. En dit is met een zilveren rit. En ik zie nu dat hij afgeprijsd was van 11 euro naar 5 euro. Dus dat is mooi. Ik hoop niet dat er iets mee mis was. Want ik had het bij de anderen niet gezien. Maar ik had ook hier weer, ik wilde eigenlijk de zwarte. Maar die hadden ze weer niet in mijn maat. Dus ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. Van dat zwarte shirtje wat je net zag, dat hemdje, heb ik ook de witte variant gedaan. Want ja, wit vind ik gewoon mooi. Heel goed verhaal ook. En dan een broek. En die heb ik al in het grijs. En die vind ik zo fijn. En ik ben helemaal niet zo van de Primark broeken. Maar deze vind ik echt heel fijn. En daardoor ben ik ook allerlei broeken gaan passen. En het was op zich allemaal prima. Maar ik werd er niet heel erg warm van. Maar deze vind ik echt heel fijn. Dit is de ankle grazer. Laat zien. Ankle grazer. En geen idee waarom die zo heet. Ja, behalve dat die dus bij je bij je enkels zit. Tot je enkels zit. Dit is een, ze hadden ook een donkerblauw, maar ik ben uiteindelijk voor de lichtblauwe gegaan. Ik vond de kleur van het donkerblauw niet zo mooi, maar lichtblauwe broek. En dan loopt hij dus zo en dan zit hij aan de onderkant zo een beetje rommelig bij je enkels. En hij zit mooi aansluitend bij je enkels en I love it en hij zit gewoon heel lekker. En het is niet zeg maar, het is niet de broek die echt iets doet voor mijn figuur of zo. Ik bedoel, het is gewoon prima. Maar hij zit echt super lekker. En ik heb hem gewoon met Niels heel veel aan. Omdat ik dan vaak op gympjes loop. En dan vind ik het mooi als je enkels ziet. En ik bedoel, naar mijn werk zou ik dit nooit aantrekken. Maar voor zo vind ik dat echt ideaal.
Dan iets waar ik altijd heel blij van word bij Primark, wat ik al zei, gewone sokken, maar ook sportsokken. Maar ik heb nu deze. Ik ben echt heel benieuwd of dit wat is. Sportfooties. Maar ik hoop dat ik deze ook gewoon met normale schoenen als footies kan doen. Want ik ben nog steeds op zoek naar goede witte. Ik kreeg van jullie laatst een tip voor die van de Hennis. Alleen degene die zij bedoelt, die kan ik dus niet vinden. Dus ik ben op missie, maar ik denk dat ze gewoon altijd zijn uitverkocht of zo. Maar dus deze. Die broek was trouwens 17 euro geloof ik. Mijn duurste item. Even kijken. 17 euro, ja. En sokken 3 euro en deze 4,50 euro. Allebei 5 paar. En dan als laatste, oh ja, dat is spectaculair zou ik het al willen noemen. Dat is dit shirtje. Dit is een pyjama shirtje wat ik dus koos bij dat broekje. En deze heeft kanten mouwtjes. Dat is nog een soort van schattig. Ik heb al best wel veel van die hemdjes van ze, maar ik dacht een shirtje vind ik ook wel een keer leuk. En deze heeft dan dus die kanten details. Ik heb hem in een L genomen, ik heb hem niet gepast. Maar ik dacht, de M vond ik er een beetje kort uitzien. En nou ja, over de S nog maar even te zwijgen. En dat vind ik dan een beetje lelijk staan. Dus ik hoop niet dat dit al te groot is. Maar ja, het is een pyjama shirt. Maar gewoon lekker simpel. En dan als laatste kocht ik dit voor Sven als een soort van cadeautje. Dit is de PS for Men One Step Cleansing Nose Pore Strips Charcoal. Ben hier natuurlijk zelf ook heel benieuwd naar. Dus ik dacht, dan kunnen we dit samen testen. Hij zal me wel uitlachen, maar ik vond het een heel leuk idee. Dus dat is alles wat ik kocht bij de Primark. Best wel een stapel. Niet hele spectaculaire dingen, maar ik ben er echt heel blij mee. Jammer dat het badpak dan niet is gelukt. Maar goed, ik heb verder hele leuke dingetjes. Ik hoop dat jullie deze shopblog weer leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Was dat een heel abrupt eind? Ik weet het niet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag snel weer. Doeg!